De Giovanni, het ligt alweer even achter je. Maar hoe ben jij de, de feestdagen doorgekomen en de vakantieperiode? Goed, natuurlijk altijd wel, uh, wel goed om twee weken uh, even rust te nemen en uh, ja, met het gezin en de familie samen te zijn. En dat, is, uh, dat is goed gegaan en we hebben een leuke vakantie gehad. En ook weer teruggekomen voor nieuwjaar naar met de familie samen uh, nieuwjaar uh, gevierd. En uh, daarna uh, verder gegaan en uh, de draad weer uh, opgepakt. Kun jij je hoofd helemaal leeg maken in zo'n periode? Ja, ja dat heb ik, uh, heb ik wel gedaan. En uh, ik denk dat het ook goed is om in uh, zo'n moment ook echt je rust te pakken, je hoofd leeg te maken en, uh, <kijkt> en daarna uh, weer natuurlijk helemaal vol energie weer te gaan beginnen. Wanneer begon het bij jou weer te kriebelen? Nou, het begint altijd te kriebelen. Zeker als je natuurlijk een aantal weken al uh, niks doet. dan uh, Je bent toch al uh, voorzichtig vooruit aan het plannen. En uh, je bent met uh, de voorbereiding bezig, de trainingsweek in Marbella. En dat, uh, ja, dat komt de laatste week, uh, dan begint dat wel te groeien. Ja, je hebt nu twee trainingsweken achter de rug. Een, uh, een zonnige trainingsweek in Marbella. En dan heb je de overgang naar het gure en koude Nederland. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is wel even wennen. Ik denk dat het goed is geweest om uh, naar Spanje te gaan en daar in alle rust uh, met het team uh, te werken naar, naar het vervolg van de competitie. Nu is het qua omstandigheden wat minder, maar dat zijn ook de omstandigheden die hier de komende weken uh, zullen gaan plaatsvinden. Dus dat is alleen maar goed om daar ook weer aan te winnen. Waar heb je in deze week de, de nadruk op gelegd? Nou, met name de dingen die, die we goed gedaan hebben. En dat, uh, ten dat dat de nadruk heeft gehad, de eerste week was meer uh, om, om weer op in het ritme te komen en, en goed te trainen weer. Deze week we, zijn we toe uh, aan het werken naar, naar Roda. En dat uh, was vandaag ook weer. En dan zullen we zondag zullen we daar uh, klaar zijn voor de start. Want hoe staat jouw selectie uh, na twee trainingsweken voor? Ja, goed, we hebben uh, bijna iedereen fit. Uh, Sven is natuurlijk, uh, uh, heeft de laatste maanden nog niet kunnen trainen met ons. Ik hoop dat dat uh, in de komende weken wel gaat gebeuren. Maakt ze stappen. Nou, Kenneth is bij de groep. Uh, daar ben ik blij mee. Heeft uh, in Marbella goede stappen gemaakt en zal, uh, zal die ook verder gaan maken in Nederland. Voor is natuurlijk Karim uh, niet aanwezig in verband met de Afrika Cup. Afgelopen woensdag vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats en dan merk je dat er echt heel veel positiviteit uitgestraald wordt. Waar merk jij dat in het bijzonder aan? Nou, ik merk dat gewoon aan, uh, aan de spelers, aan de sfeer binnen de groep. Niet alleen uh, uh, bij de spelers, maar ook in, in de staf. Uh, en en dat, ja, dat geeft aan dat het, uh, dat het goed zit in de groep en dat de jongens plezier hebben, uh, dat ze ja, uitstralen, dat ze, dat ze willen winnen. En dat, dat, daar merk je het vooral aan. De komende tegenstander is Rode JC. Rode JC staat 17 in de Eredivisie. Maar heeft in 17 Eredivisie de 10 keer gelijk gespeeld, één keer gewonnen en zes keer verloren. Wat zeg jij dat? Ja, dat is een, 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 een team wat, um, ja, wat heel degelijk is. Met name de laatste wedstrijden hebben ze veel gelijk gespeeld. kunnen een, een, een verdedigende organisatie goed neerzetten en geven, geven weinig kansen weg. Dus dat zal uh, voor ons al daar zaak aan zijn om, om daar uh, zondag goed mee om te gaan. En, en de kansen die we, die we creëren, dan ook uh, te benutten. Uh, hoe moet je zo'n uh, ja, defensieve tegenstander bestrijden? Nou, we hebben het natuurlijk een aantal keren gehad al dit seizoen. En dat zal, uh, dat zal altijd uh, liggen aan je, aan je veldbezetting. Het, uh, het bouwtempo wat hoog moet zijn. En, en met name elkaar opties geven. En, en in, in zodoende kansen te creëren waaruit we, waaruit we kunnen scoren.